We zijn hier bij Etten Hillesum, het Vlier, en voor mij staat Frank Snijders, gymdocent. Waarom zijn we hier vandaag? We zijn hier omdat we twee gymzalen gaan vernoemen naar twee oud-leerlingen. En niet zomaar oud-leerlingen, maar twee leerlingen die Olympische prestaties hebben geleverd. Thomas Krol en Emma Oosterwegel. En die krijgen een zaal naar zich vernoemd, een gymzaal. Jullie moeten wel enorm trots zijn. Nou, wij zijn heel erg trots op Emma en Thomas. Thomas was al eerder bekend vanwege de wereldkampioenschappen en Nederlands kampioenschappen. En Emma haalde een bronzen medaille op de Olympische Spelen. En toen hebben we met elkaar in gesprek gehad over wat kunnen we nou doen. En het leuke was gewoon om een zaal naast ze te vernoemen. En zo is het eigenlijk een beetje gekomen. Zijn er nog meer kinderen, jonge mensen die ook andere talenten hebben hier op school en waar ook iets aan gedaan wordt? Ja, we hebben een talentenbegeleiding hier op school en dat gaat voor leerlingen die op sportgebied, maar ook op dans, op muziek, op allerlei fronten heel ergens goed in zijn. Die krijgen extra faciliteiten om te trainen of te oefenen of ergens anders naartoe te gaan. En zo geven we ze de ruimte om naast hun school ook hun sport of hun andere activiteit op zo'n hoog mogelijk niveau te kunnen blijven doen. Thomas en Emma zijn er vandaag bij. Zijn er nog meer mensen uitgenodigd? Ja, er zijn de oud-mentoren van Thomas en Emma zijn uitgenodigd. De oud-teamleider is uitgenodigd. Daarnaast hebben we de voorzitter van de centrale directie komt natuurlijk. De mensen van de talentbegeleiding. En dat is ook een oud-collega. Wim die gaat de boel een beetje aan elkaar praten. Nou, dat kan hij heel erg goed. Dus dat wordt gegarandeerd leuk. Nou, die komen allemaal en daarnaast gewoon leerlingen, talentleerlingen, collega's die dat allemaal interessant vinden om hierbij te zijn. Nou, in ieder geval een hele feestelijke gebeurtenis vandaag. Ik wens jullie heel veel plezier. Ja, dankjewel. Daar gaan we zeker van genieten. Dit is nu het momentum. Dit is nu het momentum. Dat gaat over de voorbeeldfunctie die beide leerlingen hebben. En we doen er zelfs een schepje bovenop. De leerlingen vormen een inspiratiebron voor onze scholieren en toekomstige scholieren. We gaan aftellen vanaf 5. Ja, daar komt ie. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Ja! Hoe is het voor jullie om dit zo te ervaren? Ja, dat is natuurlijk een enorme eer. En ja, ik vind het heel erg gaaf om hier, toch 12 jaar geleden toen ik eindexamen deed, notabene in deze zaal, om weer terug te zijn hier op school. En ik vind het ook heel leuk om hier terug te zijn op de oude school en al die oude leraren weer te zien. En dat ook nog samen met Thomas, dat is wel heel leuk. Ja. Wat ik nog graag van jullie wil weten is, hoe is het om topsport te combineren met school? Nou, dat was niet altijd gemakkelijk. Ik moest na het 7 uur hier op school, moest ik gewoon direct in de trein naar Enschede, moest ik trainen. Nou, dan was ik s'avonds om 10 uur weer terug. En dan begon het hele riedeltje eigenlijk de volgende dag weer om 7:15, zeg maar. Dus dat was zeker heel pittig. Dus ik was ook eigenlijk blij dat ik klaar was met school en naar Heerenveen kon verhuizen om daar volledig voor sport te gaan, zeg maar. Hoe is dat voor jou, Emma? Ja, ik vond het ook heel moeilijk om te combineren, maar ik probeerde dat op school mijn huiswerk allemaal af te hebben, zodat ik s'avonds lekker kon trainen. Ik heb heel veel steun gehad aan het Vlier, op de talentengroep, dus het ging hartstikke goed hier. Wat zou je de jonge mensen van nu mee willen geven? Toen ik zeg maar hier op school zat, wat ik net zei, dan weet je gewoon niet hoe ver je gaat komen. En het is natuurlijk voor niet heel veel mensen weggelegd uiteindelijk die de top zullen bereiken. En het enige wat ik destijds voor ogen had is, ik ga gewoon mijn best doen en hoe ver ik ook kom. Als ik ooit stop, dan wil ik gewoon in elk geval geen spijt hebben van keuzes en gewoon trots kunnen zijn op wat ik bereikt heb. Ja, vooral doen wat je leuk vindt en hard voor werken.